Hallo jongens en meisjes, welkom weer bij een nieuwe Potatoof video. Aflevering 3 als ik het goed heb gehad. Spel laden natuurlijk en dan moet ik de weekdienst hebben. Deze moet ik laden. Nou, dan gaan we weer van start zoals we waar we vorige keer zijn gebleven. Nou, zoals jullie al een paar keer hebben gemerkt in de vorige video's is dat... Kug is dat ook, want dat is misschien ook... Oh, godsamme, ik dacht dat ik jullie kwijt seconden. Omdat ik dacht dat de frame rate in de hoek bovenin. Dan krijg ik de cijfers, tallen. En ja, daar was ik dus bang omdat ik jullie dan niet meer zo zien. Nou, hier zijn waar we precies zoals we gebleven zijn. Nou, vandaag wordt aflevering 3 met level 6 en 7, denk ik dan. Met alleen die twee. Oeh, nee, dit ken ik. Daar. Zo. Ja, ik ben een beetje stil omdat ik dat bij dit spel wel nodig zult hebben. Dus die pak ik. Dan ga ik zo in die richting staan. Er doorheen. Ja hoor, even opties, het geluid, muziekvolume en mastervolume. Oké, dat is beter. Ja. Level 7. Oké, dit wordt dus een beetje anders dan normaal gesproken. Want... Oké, die is daar, dus dan moet ik sowieso eerst even kijken, daar moet ik uiteindelijk heen. Ik moet ook daar. Zo. Dit heeft volgens mij wel zin. Ha, kijk maar. Oké. Dan die. Deze video is korter dan de andere, omdat ik niet ook nog andere bijzonderheden heb op dit moment. En dat wil ik ook nog zo graag behouden. Dus vandaar dat dit een korte video wordt. Dus, of nee, wacht, laat ik het zo zeggen. Het wordt level 6, 7 en 8. Dus level 6 tot en met 8 is deze video. En dan uiteindelijk na 8 zie ik jullie wel weer. Woehoe. Boeit me niet, boeit me niet. Of dat was nog level 6, dat weet ik niet echt. Volgens mij was dat nog level 6. Ach ja. Ik heb... Nee, wacht, dat is de persoon. Ach ja, YouTube gaat sowieso voor dit. Dat vind ik. YouTube gaat... Ik doe het ook voor omdat ik het zelf leuk vind. Volgens mij is dat nu toch wel duidelijk, hè? Ja, volgens mij wel, ja. Boet me niet. Volgens mij is het de laatste. Waar boven? Ik zie niet. Ah, het is pas even. Ik kon het zeggen. Niks. Jesus.
Ze hebben me verteld dat ik me nooit, nooit, nooit mag losmaken van mijn ziel. Ook alweer, dat ben ik vergeten. Oh, daar, helemaal vergeten. Oh, wauw, dat zag ik toen ook zo. Dat zag ik toen, toen ik dit voor is. Heb ik al. Wat? Wow. Oh, godsamme. Ja, daar gaan we. Ik moet me oriënteren. Hallo. Ja. Wat een turret, echt. Ik ben anders. Jee! Dat was level 7. Oh ja, die hebben we gehaald. Gehaald. En niemand zegt wat ik doe. Alleen mijn vader. En mijn moeder. Maar ja. Ik heb het gehaald. Want... Oh yeah. Oh yeah. Hier een dikke vuist. Ah. Oké, bedankt voor het informeren. Ja, maar jij hebt dat wakker gemaakt, echt. Wat... waarom is ik weer heen? Ik moest ergens naar boven, dat weet ik wel. Zo moest ik hier, toch? Nee. Wauw. Oh, waarom ik zo stil ben wanneer hij zit te praten, dat ben ik... Dat komt omdat... Welke was er? Welke is er nou? Oké. Graag gedaan. Oh, wat? En nee, die gaat het dan eigenlijk helemaal zo door als je hem bij elke keer weer bij je hebt. Oh. Oh, dat is snel. Nee, dat kan je niet meer. Ja, maar joh, je hebt het verknald. Wauw.
Nou, sorry voor daarnet. Het ging niet al te best. Het is langer dan 10 minuten. Daar kan ik niks aan doen. Maar bij de volgende keer zien jullie hoe dit verder gaat.